Welkom bij story nummer 18 alweer. Ruim over de helft inmiddels, dus dat is al een hele prestatie. Ik heb hier een foto van het kerstcircuit in de klas. Afgelopen woensdag, dat was de 19e, heb ik een circuit georganiseerd waar ouders bij konden komen helpen. En daarin hebben we kerststukjes gemaakt en een lampje. Hadden ze een kerstwerkboekje en als laatste konden ze een spel spelen met mijn stagiaire. Dus op die manier hadden ze dan vier rondjes en konden ze eigenlijk van allerlei dingen doen. En een circuit werkt dan dat ze elke keer de rondjes wisselen. Ik heb inmiddels mijn papier uitgezocht en mijn foto gemat op vellum en vervolgens nog gemat op een 4x6 kaartje. En hier plak ik mijn word gezellig. Ik had eindelijk een reden om hem op te plakken. Een mooie plek waar die paste. Op het gouden glitterkartstok, omdat hij best wel wegvalt, vond ik op het papiertje. Deze pagina ging absoluut niet vanzelf. Ik ben enorm aan het zoeken en proberen. Het lukte gewoon niet. Ik had ook niet echt een heel goed plan, behalve dan dat ik dat woordje gezellig wel vond passen bovenaan de pagina. Dus het loopt allemaal niet van harte. Soms ook wel eens leuk om te merken, toch? Ik heb soms ook wel bij mensen dat als ik dan naar die filmpjes kijk, dat ik denk, ja, bij hun gaat het altijd zo makkelijk en bij mij lukt het helemaal niet. Nou, ik heb in dit geval ook zo'n pagina. Hierna ben ik dus voor vandaag ook echt even gestopt met het filmen. Omdat ik dan merk dat ik te veel heb gedaan. En dan loop ik eigenlijk een beetje vast. Dus hier is mijn word gedroogd. Want ik heb hem even een tijdje laten liggen. Zodat de natte lijm kon drogen. En knip ik hem uit. En vind ik dat hij zeker meer definitie geeft. Maar ja, dan nog de rest. Dat meisje, ik vind het eigenlijk gewoon raar om dat meisje erbij op te plakken. Want het heeft er helemaal niks mee te maken. Dus ik ga kijken of er nog andere die-cuts zijn. En ik vind deze kerstbomen. En ik zie dat ik weer een beetje buiten beeld aan het werken ben. Dus ik hoop dat ik dat straks ontdek en hem dan nog een beetje verplaats. En anders weet ik het nu voor de volgende filmronde. En ik zit hier een beetje te zoeken met hoe ik het zou willen. Nou, die 18, soms is het gewoon dat irritant dat die banner eronder zit. Dus in dit geval maak ik dan gewoon de keuze om hem kleiner te kippen en in dit geval wordt hij vierkant. En dan kan die mooie daar aan de onderkant komen. Dan pak ik even een washi tape erbij. Dat zie je dus niet, want dat zit net buiten beeld. En plak ik dan vervolgens de kaart op. Volgens mij heb ik hier gezien dat ik uit beeld zat te werken, want ik schoof het zo'n stukje omhoog. Maar dat maakt niet uit. Ik moet mijn camera dus veranderen. Dat is in ieder geval wat ik moet onthouden. Ik hoop dat jullie het ook fijn vinden dat het beeld op deze manier alweer wat scherper is. En ik denk toch echt dat ik eraan moet geloven om daglichtlampen te gaan kopen. Om gewoon ten alle tijden goed te kunnen filmen. Want nu was het eigenlijk tussen 12 en 2 of zo heb ik de filmpjes nu gemaakt. En dat heeft wel geholpen. Hier zie je dat ik dus typ op enveloppen. Dat heb ik eigenlijk tot nu toe steeds niet laten zien. Ik vind het een gave kleur papier. Wat het typemachine effect eigenlijk nog wat erger of versterkt. En het werkt ontzettend goed. Dus dat is heel fijn. En hier merk ik dat ik eigenlijk net te breed heb getypt. Dat die eigenlijk voor mijn, ja, wat ik zou willen, net te breed is. Maar om het nou helemaal nog een keer te typen, dat vind ik een beetje onnodig. Ik mat hem nog wel even op glitterkartstok, zodat hij iets meer er bovenuit steekt. En dan plak ik hem daarop. Nou, het is niet mijn favoriete pagina, maar hij is gelukt. Hij is af, hij kan het album in. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende. Doeg!